Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 behield GroenLinks Veenendaal 1 zetel. Maar niet lijsttrekker Thijs van der Welen werd in de Veense Raad gekozen, maar Kim Faber. Nu 1,5 jaar later komt de 20-jarige Veenendaalse in de gemeenteraad. Ja, eigenlijk hebben we dat toen na de verkiezingen gelijk besloten, omdat wij 1 zetel hebben in deze gemeenteraad. Zou dat dus betekenen dat ik een eenmansfractie gelijk zou moeten leiden? Dus toen hebben we ervoor gekozen dat ik eerst zou beginnen als commissielid, zodat ik een beetje ingewerkt kon worden. En dat we daarna op een later moment zouden wisselen van de raadszetel. Dus dat moment is aangebroken. Wie is Kim Faber? Kim Faber, nou dat ben ik. Ik ben 20 jaar, ik ben student, ik studeer scheikunde, ik woon in Veenendaal al mijn hele leven. En altijd al politiek geïnteresseerd geweest. En waarom de politiek in? Ik kan me zo voorstellen, er zijn toch zat andere leuke dingen om te doen? Dat klopt, ja. Je moet er wel een en ander voor opgeven. Nou, eigenlijk begon dat toen ik een jaar of 14, 15 was. Toen kwam ik in de jongerenraad hier in Veenendaal, wat ik dat heel interessant vond. Zo kwam ik ook bij GroenLinks terecht. En dat is eigenlijk zo een beetje verder gelopen. Waarom GroenLinks? Omdat ik duurzaamheid heel belangrijk vind, sociale zekerheid en inclusiviteit. En eigenlijk is GroenLinks de partij die al deze kernpunten combineert. Was het een grote verrassing voor je toen je in één keer met voorkeurstemmen zoveel stemmen haalde? Ja, dat is wel een verrassing. Ik was wel de eerste vrouw op de lijst, dus dan heb je altijd natuurlijk wel het risico dat er veel mensen op je gaan stemmen. Maar ik had het niet helemaal aanzien kopen. Het is wel een verrassing, ja. En nu 1,5 jaar verder ga je de raad in. Zijn er punten waarvan je zegt van nou, daar ga ik me echt voor hard maken? Vooral energietransitie en woonbeleid vind ik heel interessant en daar wil ik ook echt in verder. Cultuur vind ik heel belangrijk. Theater staat natuurlijk ook op de agenda. Dus dat zijn vooral mijn 3 belangrijkste punten de komende tijd. Ja, dat theater, daar gaat nog een hoop over gebeuren, maar bijvoorbeeld het woonbeleid? Ik vind het vooral belangrijk dat er woningen voor studenten komen, of in ieder geval jongeren. Daar is heel weinig aanbod voor in Veenendaal, terwijl er wel veel jongeren hier wonen. Dus dat vind ik heel belangrijk. En dat we genoeg sociale huurwoningen hebben. Want hoe gaat dat nu in Veenendaal? Op dat gebied? Op zich redelijk goed. Het is niet dat het helemaal dramatisch is hier in Veenendaal, maar ik denk dat het wel beter kan. Ik denk dat er meer op jongeren gefocust kan worden dan wat nu gebeurt. En het klimaat, ja, dat GroenLinks, dat is 1+1=2. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik heel graag op een leefbare aarde wil blijven wonen, ook in de toekomst. En ik vind dat er nog steeds heel veel gebieden zijn op de aarde, niet alleen Nederland, waar we gewoon heel snel al de effecten van de klimaatverandering aan het merken zijn. En we zijn als Nederland een rijk land die zich goed kan inzetten voor nieuwe initiatieven. En ik vind dat we dat moeten doen. En we hebben ook Europese wetgeving waar we onze gemeente als gemeente natuurlijk ook aan moeten houden. Dus ik vind dat daar harder ingezet op kan worden. Hoe staat het in de gemeente Veenendaal met het klimaat? Nou, we hebben hier de energietransitiestrategie natuurlijk in energie-neutraal in 2050. Dat is ook wettelijk opgelegd, dat is eigenlijk een eis. Het zou eerst 2035 zijn, maar dat is toen verplaatst in 2050. Dat vind ik natuurlijk heel erg jammer. Dus ik hoop dat we alsnog dat iets naar voren kunnen trekken. En dat we in de tussentijd gewoon concrete doelen hebben. En dat we wat meer met klimaatadaptiviteit gaan doen. Dat er wat meer groen in de straat komt. Heb je zin in het raadswerk? Ja, ja, zeker. Ja. Wat trek je daar het meest in aan? Nou, ik ben natuurlijk ook al commissielid geweest, dus er gaat niet ongelooflijk veel voor mij veranderen. Maar wat ik vooral leuk vind is dat je gewoon heel erg betrokken bent bij wat er speelt in de gemeente. En je leert allemaal mensen kennen, heel veel nieuwe kennis. Dus dat is ja, een hele mooie kans eigenlijk om dat te doen. Jij neemt nu de plaats in van Thijs van der Welen. Gaat Thijs nu stoppen? Nee, hij gaat niet stoppen. Hij wordt nu commissielid. Dus eigenlijk wisselen wij van rol. Ik ga zijn taak overnemen en hij die van mij. Dus hij blijft mij ondersteunen. Kortom, we gaan nog heel veel van GroenLinks te horen de komende tijd. Zeker, zeker.